mevrouw Pelen? Ja. Oké, dan kom ik u een cadeautje brengen. Uw neef Nel die daar zit, die heeft u aangemeld bij onze actie Wie of welke opa of oma gun jij een appeltaart? En zij zei, ik gun tante Adrie een appeltaart. Onze tweede appeltaart gaan we brengen bij mevrouw Van Balens. Ze is 88 jaar. Goeiedag, ik ben Anneke. Ik ben Ineke. Vandaag zitten we lekker in het zonnetje met een appeltaart. Hij is vanochtend gebakken. Ga. Toen we hem ophalen was hij nog warm. Dus eigenlijk denk ik dat hij nog steeds heel lekker is. Wat een verschrikkelijk leuk idee. Alsjeblieft. Mevrouw De Bruin is hier op een verjaardag van haar kleindochter. Dus we gaan eens kijken of we haar kunnen verrassen met een heerlijke appeltaart. Voor al dat vele werk wat u doet voor uw gezin, krijgt u van ons en van uw schoondochter dus een heerlijke appeltaart. We zijn onderweg naar mevrouw Kral. Mevrouw Kral is aangemeld door Astrid. Mevrouw Kral, ik heb een cadeautje voor u. Kijk je alsjeblieft. Dank je wel. En een beslagroom, want wij zijn altijd de appeltaart beslagroom. En hoop ik dat u ervan geniet. Hier wonen meneer en mevrouw Goudswaard en die zijn aangemeld door Charlotte. Charlotte, die mailde naar ons van ome Leen en tante Dikkie, die verdienen een appeltaart. Ja. Ik vond het ongelooflijk bijzonder om al deze mooie verhalen te horen en die appeltaart weg te geven. We willen jullie ook aanmoedigen om aandacht en misschien eens een keer een appeltaart weg te geven. En luister dan ook naar die mooie verhalen die mensen vertellen.